Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag spelen we Roblox. Survive and Kill the Killer. Ik heb deze video al 5 keer eerder opgenomen, maar het lukt gewoon niet. Er gaat elke keer iets fout. Oh, er zit nieuws. Wacht. Ah, die moeten kopen. Ik dacht dat ik die kon vinden. Moet ik alleen maar klikken? Oh ja, die ga ik wel kopen, maar nu niet. In deze video is momenteel geen webcam, omdat er iets mis is met mijn webcam. Maar ik ga jullie laten zien waar ik al de wapens zitten. Als eerst gaan we naar de game. Dan moet je hier zo voor gaan. En dan ga je zo naar hier. En hier staat die ene killer. Maar die doen niks, want die hebben ze uitgeschakeld. Die gaan elke keer dood. Alleen ik denk dat ze dat hebben uitgeschakeld, want waarom is die anders dood? Allee, gaat die elke keer dood? Ik doe het poortje open. Ik doe altijd de poort achter mij dicht, maar dan komen er andere mensen. Meestal haal ik dit in één keer, want dan moet je dit parcours doen. Oh nee, Nu net als ik het video heb, dan doe ik het niet in één keer. Dan doe ik zo. Je moet toch doorspinnen? Ik heb dat nog nooit gehaald zonder door te sprinten. En nu als ik het op video doe, ja, zo. Dan lukt het bijna nooit. Oké. Zo, oei. Zo. Meestal val ik hier dan alsnog naar beneden. Maar nu niet. Dus kijk, hier is de regen. Kan ik mijn... Ja, ik kan dan nog veel hoger zetten, zo. Hier is de regen. En zo ziet die eruit. Zo. En zo, oh, ik heb nog nooit zo dit spel gespeeld. Ik ga zo dit spel spelen voor deze aflevering. Maar ik heb dit nog nooit zo gespeeld. What the fuck, dit is echt raar. Het is een beetje spannend, Jeff the Killer hier ineens. Oké, poort. Helemaal zo is het ook eigenlijk wel leuk om te spelen. Is er ergens een moordenaar? Oh, we zijn net een wapen voor weggelopen. Oh, ik schrok daarvan. Hier, kijk ons maatje. We hebben net een wapen. Oh nee, nu gaat hij daar spawnen. En die gaat naar mij komen en die gaat mij hartstikke dood doen. Oké, maar hier is dus een SVD of zoiets, maar die werkt bij mij niet. Oké, waar is Jeff the Killer? Even showen met mijn regen. En dit is dus die SVD, maar daar kan ik niet meer mikken. En normaal kunnen daar mee mikken. Maar ik kan daar dus niet meer mikken. En ik laag daar ook niet veel mee. Eigen killers. Oké, we hebben dus twee wapens. Op naar de derde. Oh, wat is dit? Ik ga hier zo... Oh, fuck. Nu ben ik dood. Oké, we gaan gewoon ineens... Nee, ik moet wel... Ik moet eerst die regen gaan halen. Ik zie jullie zo als ik de regen heb. Dan kom ik weer terug en gaan we de andere wapen halen. Oh ja, nog eens. Hier, want deze deur kan je niet opdoen. Maar hier onder de computer zit zo een knop waardoor je die open kan doen. Maar tot zoiets. Zo, ik heb weer de regen. Hier, maar ik wil zo spelen. Ik heb dus weer de regen en we gaan weer zo spelen. Echt een cool wapen. Straks gaan we ook nog proberen al de wapens te pikken puntje. Hey, onze vriend! Hoor ik dat goed? Ach, nu lopen we weer mijn wapen mis. Ik heb ze niet proberen een kill te maken met dit wapen wat hier zo zit. Met dit wapen. Want dat lukt mij echt nooit. Volgens mij is dat bij mij gebukt. Ja, bij mij alleen en niet bij iemand anders. Even omkijken. Doen we deze deur toch maar even toe. Nee. Ik wil die kill. Voilà. Kom deze deur open.
Want wij gaan het derde. Dat gaat niet. Wij gaan het derde wapen halen. Oh nee, het spel is gebukt. Oh nee. What the fuck? Ik ga... Nee, ik ga het niet wagen. Oké, dan loop ik er gewoon naast. Hè. En dan gaan we... Oké, hier is onze vriend. En hier is dus nog een wapen. De M16. Waarom pak ik hem niet? What the fuck? Oh ja, die zit daar. Maar ik vind deze toch ietsjes cooler. Dan zet ik die daar. Oké. Oh, ik ga die eerst doodschieten. Pas op, Twilight fans. Ja, daarom dus. Oh, die heeft een shotgun. Waar konden die vinden? Kijk, ik doe eerst dit wapen. Dan hebben we een pick-up punch. Hoe noemt dat? SVD. Doe mijn regen. Hebben we nu alles gedaan? Nee! Nee! Oké, ik zie je dus terug als ik al de wapens heb. Oké, ik hou het toch maar gewoon bij de regen. Die vind ik goed genoeg. Maar, dus we gaan nu nog twee andere wapens halen. Fuck, wat doet hij? Oh, 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 ja, zo. Ik hoop echt dat ik ooit 500 killers ga halen. Ja, ik heb ooit 500 killers gehaald. Allee, killers gekild gehaald. Maar dan speelde ik het spel een tijdje niet meer. En, oh, waarom schiet ik zoveel? En daardoor... Kon ik dus. Ik ga toch snel proberen te pick-up punchen. Maar dan ga ik goed uitkijken dat hij niet weer komt. Maar normaal kan hij daar niet komen. Volgens mij was hij net gewoon gekomen. Oké, goed. Kijk, voor die gast. Die kan echt... Ik ben zo bang nu. Oké, we gaan... Oh nee, is hij daar? Oké. Ah, jij bent hier. Kijk hoe cool dit is. Kijk hoe cool. Kijk hoe cool. Ik heb gewoon iemand gevraagd, help ons. Dus ik ga je proberen te helpen. Ik zie jullie zo weer terug. We gaan nog snel het laatste wapen halen. Ik ga hier sowieso dood, maar dat is al niet erg. Ik zag daar... Dit is het laatste wapen. Ik hoop dat ik zonder moeite die kan pakken. Zo. Dat is dus dit. Dat is een shotgun. Wel een fijn wapen eigenlijk.
Oké, ik ga dus die mensen helpen. Oké, mensen. Ik zie jullie terug in de volgende video. Ik wil niks meer te doen. Ik ga vandaag ook nog een paar video's maken. Een stuk of 3, 4. Want ik vind het leuk om te doen. Maar ik hoop dat ik daardoor ook een beetje abonnees krijg. Maar ik heb jullie... Ik ben... Wow. Ik ben niet aan YouTube begonnen omdat ik... Wat is dat? Omdat ik abonnees wil en views, wat ik niet heb. Maar gewoon voor de lol, omdat ik mijn... Ik wil een beetje... Ook, net als de andere YouTubers voelen, dat hun het voelen. Maar dan moet ik een betere YouTuber worden. Maar dan zeg ik jullie, dag!